we are. Tonight we're just going to talk about the banking union and all the work that has to be prepared. But are you having contacts already? We're not talking about the countries or any programs tonight, just the banking union. Hoe positief bent u dat u vandaag gaat komen in Europa? Nou, ons inzet is om er morgen uit te komen, want de beslissingen worden natuurlijk altijd genomen in de ECOFIN. Vanavond hopen we zoveel mogelijk voor te bereiden. Ingewikkelde knopen te ontwarren en oplossingen aan te dragen, zodat we morgen een goede meeting kunnen hebben. Wat is het grootste knooppunt op dit moment? Nou, er zijn er nog veel. Het gaat over het fonds, de inrichting, het bestuur van het fonds. De juridische grondslag is natuurlijk nog een thema. De backstops is altijd een thema, zoals u weet. Dus dat zijn de grootste onderwerpen. Heeft u het idee dat Duitsland al wil bewegen richting heel veel zwaarpunten die onder meer het EP ook heeft? Ja. Nou, het is niet alleen Duitsland. Het zijn meerdere wensen vanuit verschillende landen die soms strijdig met elkaar zijn. En dat is de knoop die we moeten ontwarren. Soms kom je ook op betere oplossingen dan je aan het begin van het proces op tafel hebt liggen. Dus dat hoop ik. Maar wat vindt u ervan dat het Europees Parlement het toezicht, het papieren tijger noemt? Omdat het dus toezicht. Ja, nou, als er veto's komen en zo. Ja. We hebben het niet over toezicht, we hebben het met name over de resolutie. Nou, het lijkt mij nogal prematuur om zulke stevige woorden te gebruiken, want er is nog helemaal geen uitkomst van onze raadslagingen. Het parlement is natuurlijk pas aan zet als er hier een general approach is, dus een overeenstemming is op het niveau van de ministers. Dat moeten we eerst zo doen. We maken dat zo stevig mogelijk en dan is dat het parlement om dat in januari te gaan bespreken. Dus steunt u voor de vacature van Asmus, is dat de Duitse kandidaat? Ik heb er alleen nog maar een mededeling van gehad dat de heer Asmus de ECB verlaat. Ik heb ook ergens gelezen dat hij een nieuwe functie heeft in Berlijn, waarmee we hem veel geluk wensen. Heb ik al gedaan trouwens, gisteravond. En dan gaan we die procedure in. Ik heb verder nog geen seconde bij stilgestaan. First things first. We won't discuss any countries tonight in the Eurogroup. We'll mainly concentrate on issues relating to the banking union, trying to prepare tomorrow's meeting of the ECOFIN, because that's where the decisions hopefully will be taken. There seems to be quite a big distance between what the ministers are doing and what the European Parliament has voted on today entering the trilogue. How concerned are you about this distance? Well, tonight we're going to talk mainly about resolution issues, and once we have an outcome, we'll take that into the trilogue with the parliament. And I think the other issues are almost finalized. The BRRD is finalized, I think the SSM is finalized. So the cooperation with the parliament is going quite well, and I'm pleased with that. And in January we will talk, hopefully with the parliament, about resolution mechanism. We have to get a result first, so I'll go in. Thanks. Netherlands support the German candidates.